Ja, we zijn tussen nummer 16 en 7 met een tekst van Opgezwollen. Nummer Verre Oosten van rapper Styx. Bij deze Z staat voor Zorro. Het Z-symbool is de laatste tijd nog niet bepaald iets waar je echt vrolijke associaties mee krijgt. Maar goed, dit heeft met Z te maken. De Z van Zorro, de Z van Zwolle, de Z van Opgezwollen, Verre Oosten. De wedstrijd tussen PEC en FC Utrecht. Voor Utrecht staat er niet heel erg veel op het spel. Als je naar de stand kijkt. Playoffs zijn gehaald. De tegenstanders zal Vitesse zijn. Dus ja, speel je thuis of speel je uit? Dat is wat er uitmaakt om mee te beginnen met het thuis- of uitwedstrijd. Als je zesde eindigt. In het systeem van FC Utrecht, zoals het daar staat, 4-3-3. En bij Zwolle een systeem waarbij drie centralen zijn. Daarvoor vijf middenvelders met allemaal een eigen specifieke rol. De ene wat verdedigender ingesteld dan de ander. En twee spitsen. Waarbij dus die jonge Shardy Landou de vervanger is van Darfalou. Keizer is de keeper van de kust, Jansen van de Hoorn en Ter Avest. Dat zijn de achterste vier. Dan is het Maher, de controleur. Gustafsson aan de linker, Timber aan de rechterkant. En hier staat Van de Streek links en Silla rechts zojuist in de warming-up. Zagen we Silla vanaf de linkerkant en Van de Streek vanaf de rechterkant. Dat is ook zoals ze opgeleid staan bij de aftrap. Timber. Veel begin van de Utrechters, want dit is misschien wel mogelijkheid 2. Doe Fikas buitenkantje paal. En daar waar je verwacht dat PEC Zwolle vanaf het allereerste moment van leer zal trekken, is de eerste driekwart minuut voor FC Utrecht. De laatste twee wedstrijden in Zwolle en nog een gelijkspel en daarvoor een overwinning voor PEC, dus thuis de laatste jaren. Wel goede cijfers te overleggen door de blauwvingers. Dit is ook een aardige bal. Castaneer nu. Jansen zegt tegen Van de Kust, geef mij een rugdekking. Komt hij er langs, is hij voor jou. Paal schiet hem met links. Dat doet hij inderdaad. De Keizer krijgt hem naar de zijkant weg. Dat is een mogelijk te spreken van een alleraardigst begin hier. Van de Belt. Dan. En daar een schot van Andersen in het zijn. Het. Redan. Is de ingrepen van Jans. Van de Belt. Helemaal veel ruimte bij Landou. Landou. En weer. De Keizer. Clement. Beweging bij paal. Naar de rug van Timber. Prima gespeeld. Balletje terug richting Landou. Dan Van de Belt. En dan is het Jansen. Die bal op zijn hoofd krijgt. Paal. Oh, Andersson in één keer. Oeh, dat was een grote kans met Redan ook nog aanspeelbaar in het midden. Maar hij zag de mogelijkheid om het in één keer te doen. Op de scherp dingetjes uit leggen en daar doet Fikas geweldige redding Lamproe. Lamproe onderscheidt zich hier, doet Fikas kopt in nadat hij eerst Van Polen een klein zetje had gegeven, dat was slim de ruimte. De corners zijn gevaarlijk, ook nu weer en sterker nog, het levert een treffer op. Het is 1-0 voor Utrecht.
Ter Aves, denk ik, die daar de knik geeft. En de corners van Utrecht zijn gevaarlijk. Dat blijkt ook nu weer. 0-1. Clement. Clement komt ver en die bal gaat op de stip. Ja. Nee. Hij gaat niet op de stip. Even leek hij daar naartoe te wijzen en daarna gaat hij richting Clement. Was daar een overtreding? Was daar geen overtreding? Nee, hij gaat wel heel gretig liggen. Beeld. Landoe. Castaneer. Daar is de 1-1 in de 41ste minuut. Landoe met de assist. Maar is dat geen buitenspel? Ja. Ja, het is buitenspel. Geen treffer. Het blijft bij 0-1. Oh, de Keizer gaat neer. Fabian de Keizer gaat neer bij het nemen van die vrije trap. Ja, daar moet je voor fluiten. Ja, wat wil je dan? Dat het doorgespeeld wordt. Dat lijkt me niet. Iedereen boos van Pek Zwolle, maar wat wil je? Dat je dan door mag. En neem die vrije trap, maar dan gaat het meteen mis. Hij geeft het meteen aan. Kom maar hier. Ziet er niet best uit. Het voelt slecht bij Fabian de Keizer. Die na de winterstop de concurrentiestrijd won van Maarten Paas. Die vertrok naar Amerika. Steven Posma, de keepertrainer. Die zat toch ook met Ulslegel. Ja, gaat nu eigenlijk zonder dat hij iets gedaan heeft. Komt hij het veld in. Clement. Paal. Nu een goede voorzet. Bal komt niet over Van de Hoorn, hè. Nakayama terug, dit is een goede bal. Landoe, die heeft ook wel wat ruimte om wat te verzinnen. Landoe, hard voor, Ulslegel, bal terug en die... Oh, wat een redding nog van Ulslegel. Die leek te passen van de belt. Snel gereageerd van Ulslegel. Hoekschop weggekopt, maar her. Goed voor van de belt, helemaal vrij. En Ulslegel heeft hem. Clement. Tegenover Ter Aves. De maker van het tot nu enige goal. Die bal komt goed voor. En daar is hij voor Ulslegel. Kans was voor. Nou ja, lastig hoor. Maar Redan zet er zijn hoofd er tegen. Timber. Neerleggen voor Van der Streek. Door Doefikas en Timber. Terug aanspelen. Gustafsson in het midden. Silla aan de rechterkant. Timber versnelt. De 3 van Utrecht. Timber schiet zelf. En bal wordt losgelaten door Lamproel. Maar in tweede instantie heeft hij nog op. En Ter Aves mag er 2-0 van maken. Maar die schiet die bal wat wild. Hard over. Dit is Clement met de vrije trap. Dit is Ulslegel die mis zit. En dan is het Landoe. Misschien nog een keer in de herkansing, nog een keer voor. En weer is die Gendy stuiter van de streek. Hij heeft last van zijn hamstring, gaf hij zojuist aan. Landoe krijgt die bal nog wel voor en dit zal einde wedstrijd Landoe zijn. Clement. Paal. Clement door. In duel met Timber. Mooi duel. Clement komt aan de binnenkant uit. Clement terugleggen en daar de goal! Het is de gelijkmaker, het is Redan. Deze zal toch wel blijven staan. Hier is Paal, dan Clement in dit duel waaraan hij aan de binnenkant van zijn tegenstander uitkomt van Timber. Balletje terugleggen. Ik weet niet of het bedoeld was voor Redan of dat hij voor Castaneer bedoeld was, maar hoe dan ook. Het is Redan die hem binnenkrijgt.
En aan de andere kant is het Doefikas. Doefikas! Oeh! Dat was hem geweest toch. Meteen de dreun in de nek van Peck. Want dit had de 1-2 moeten zijn. Zo kort na de treffer. Maar Lamproe vindt van Doefikas. Doefikas, Clemens, controle. En dan een... Oh, Clemens! En een geweldige redding van Ulslegel. Weggekort Veerman, ja. Die heeft die lengte. Paal. Nog maar een keer weer teruggebracht. Jansen. Boussaïd. Gustafsson. Almquist is ook mee. Gustafsson. Binnendoor. Dit is Boussaïd. Boussaïd schiet dan zelf. Op Lamproe. En dus is er nog wat mogelijk voor Pek Zwolle. Castaneer van de Kust zit daartussen. Jansen. De helft van de extra tijd is voorbij. Dat betekent dat er nog anderhalf minuut is. Lamproe. Rechtkop van de streek. De Wit. Lamproe. Het is alleen maar tijdverlies. Verder niet. Maher. Boussaïd. En deze bal richting Veerman. Die mist hem net. En is de wedstrijd voorbij. Deze wedstrijd had gewonnen moeten worden. Dat gebeurt niet.